De marktconforme bepaling van de brandstofprijs is geen nieuw systeem. Dit zei Stanley Raghubarsingh, minister van Financiën en Planning, gisteren in de Nationale Assemblée. De bewindsman geeft aan dat het systeem in het verleden goed gewerkt heeft en dus alle vertrouwen geniet van de regering. Het systeem dat wij introduceren is niet nieuw. Het systeem heeft van 2005 tot 2012 is hij toegepast geweest in Suriname en het heeft goed gewerkt. In die periode heeft de markt de prijs bepaald. In die periode was een liter brandstof op een gegeven ogenblik ongeveer had de waarde van $1.50 en iedereen betaalde hem. Die prijs fluctueerde mee met de markt, omhoog, omlaag. Het gaf geen schokken in de begroting. Het gaf geen schokken in de prijzen in de winkels. En ons volk was daaraan gewend geraakt en wist dat daarmee gewoon de beste manier van prijsvorming tot stand kwam. En dat daarmee ook geen schokken naar de gemeenschap toe, naar de begroting toe, naar de staat toe. En ook niet op het gebied van prijzen van goederen en diensten plaatsvonden. Het systeem wat we nu herintroduceren is dus niet nieuw. Raghubarsingh geeft verder aan dat de marktconforme brandstofprijzen de markt positief zullen beïnvloeden. Hij stelt dat de regering er goed over heeft nagedacht hoe dit vraagstuk aan te pakken alvorens de maatregelen in te voeren. De bewindsman stelt verder dat de minder draagkrachtigen niet vergeten zullen worden bij de effecten van het afbouwen van de subsidies. De minister noemt enkele effecten van deze maatregel die nu reeds zichtbaar zijn. Dat u nu reeds ziet, vandaag reeds ziet, dat er concurrentie op de prijzen is. De drie maatschappijen die olie leveren, Sol, Rubis en Staatsolie, die hebben alle drie een verschillende prijs. En degenen die dat de moeite hebben genomen om te vergelijken, die zullen zien dat dat prijsverschil niet klein is. Ik geloof dat de prijs van staatsolie zelfs 2 SRD onder de prijs is van de concurrentie. Ik denk dat het de moeite waard is om te zien dat er concurrentie ontstaat en dat gaat helpen om de markt efficiënter te maken.